Die punchline is zo fucking gruwelijk. What's up mensen en welkom bij alweer een nieuwe video, een nieuwe reactievideo. En we gaan vandaag weer reageren op een battle. Dit was mijn tweede battle die ik ooit had gedaan. Dat was precies na de battle van Romeo. De hype van het battelen was al een beetje daar. Je weet toch, ik had een beetje bekendheid. Mensen die kenden mij een beetje. En toen wouden ze me gelijk voor emo gooien. En denken, weet je wat, we gooien twee Turken tegen elkaar. Het gaat vuur worden. En mensen hadden hoge verwachtingen van deze battle destijds. Ik zelf vond Emo best wel een moeilijke tegenstander, omdat hij zeg maar best wel met sicke wordplays en zo altijd kwam, je weet toch. Dus ik denk van oké, dit gaat wel pittig worden. Alleen ik had wel heel veel zelfvertrouwen van mijn vorige battle natuurlijk meegenomen in deze battle ook weer. Wat ik leuk vind, Emo, volgens mij heet hij Emre. En hij heeft ook een YouTube kanaal Morog, waar hij allemaal video gaming dingetjes doet en zo. Gaat ook allemaal checken op YouTube. En was leuk, want ik ben een paar keer hem tegengekomen. Volgens mij ook op een YouTube gathering één keer. En één keer nog ergens anders, ik weet niet precies meer waar. En toen gingen we ook een beetje praten en bla bla. Dat was wel echt heel leuk om soort van weer een oude bekende te zien van vroeger. Je weet toch, hij is ook echt een topgozer. Hij doet hele vette dingen op YouTube, dus ga het allemaal ook even checken. Maar voor deze battle, het was best wel een verhitte battle of zo, weet je. Het was soort van, oké, wie is het meest Turk? Je weet toch, het was soort van strijden voor die persoon zijn. Ik weet natuurlijk niet hoe hij dit zelf heeft ervaren. Ben ik wel eigenlijk best wel benieuwd naar. Ik zag ook zeg maar van mensen die van, ja, misschien kan je samen met hem reageren, dit, dat. Eén, ja, we kunnen niet zeg maar echt bij elkaar komen vanwege het hele corona ding. En twee, ik ben niet zo technisch zeg maar. Ik weet dat je kan video bellen met elkaar en shit, maar ik snap het allemaal even niet. Dus ik dacht van, oké, weet je wat, ik doe het wel gewoon. En als we in de toekomst het misschien nog een keer samen doen, ook goed, je weet toch. Maar voor nu gaan we even reageren op de battle tussen mij en Emo. Let's go. Emo, 19 jaar, niet 23. Leeftijd 19, niet 23. Alkmaar. Familiezaken staan de ground movement. Oh ja, familiezaken. Rap aan de linkerkant. Je mooie Naadje, nog steeds Arabische Turk. Naadje, 17. Ja, nog steeds hetzelfde. Turk, shout-out, Whiskey Dave, Crazy Hills, Southwest, Crazy Turk Productions. Let's go. Shout-outs. Turk. Op een shout-out. Emo, kom. En het is... Kop. Wat gaat gebeuren? Ik begin, man. Oeh, hij gaat zelf beginnen. Oké, Emo gaat zelf beginnen. Let's go, eerste ronde. Oké, mensen, daar gaat hij. Emo tegen Naji. Maar in deze battle wordt ik eerst en jij komt de Naji. Dus als ik die apie nu zie staan, denk ik hij doet s'avonds laat op zijn kamer. Zeker naakt dan ballerina. Fucking bitch, beter verander je dan ook je naam van Naji naar Gina. Die was wel leuk gevonden, ik zeg je eerlijk, man. Hij kwam wel gelijk met... hij kwam met vuur gelijk. Man is een bitch. De EMO die pakt hier de winst. Want bevangt punchlines die gaan dieper dan dat gat op je kin. Ja, dus... Ik heb een sick, toch? En als ik zeg maar... mijn haar weghaal... Ik weet niet of ik per se een gat in mijn kin heb, man. Maar ja, zeg maar... luister. Aan het einde van de dag, elke mens is gewoon op hoe hij is. Je weet toch? Dus... Fuck, man. Hij houdt meer van een grote pik in zijn haar. Fucking faggot. Volgens mij lijkt jouw ster meer op een maan. Mm. Plus je weet niet wat het is om een vrouw te hebben. Je houdt van trekken, want je pik is als justitia. Het zweert heel getrouw aan de rechter. Dus Naji, in je vorige battle kan je wel 3 verses over gay spitten. Chique! Geen Noachi, maar deze man wil aan je reet likken. Maar mensen, luister, Naji die komt uit Zee... Ik ga stuk om, ik ga stuk om die ademhaling van Emo. Ik weet niet waarom hij zo gek ademhaalde hier. Maar misschien, ik weet niet, door de zenuwen of zo. Ik heb geen idee. Dus oude wees niet verbaasd als je straks met een blokbeton aan je been in de Zeeland. Met je teksten van je bent gemaakt op de straten. Yo, de straat is mijn plaats. Dat is wel knap, ouwe, in een provincie. Die voor 90% dat fucking water bestaat. Die punchline is zo fucking gruwelijk. Je weet toch, je komt van de straat, dit, dat is wel knap voor een provincie die 90% het fucking water bestaat. Zeeland, bruh. Ja, man. Die was echt fucking gruwelijk. Ik zeg eerlijk, man. Een sterke eerste ronde van Emo, man. Ik heb deze battle echt al jaren niet gezien. Ik heb eigenlijk ook geen idee met wat ik was gekomen. Eerste ronde, Naadje. Let's go. Hey, yo. Mijn hart
Kan je vinden in twee landen, bro. Net als een terrorist kom ik op je neerlanden, bro. Hij dacht hij wordt zomaar afgemaakt. Ben je gevallen op je achterhoofd? Je wordt niet zomaar gekild, je wordt gemarteld door je landgenoot. Hoorde. Ik was gelijk boos. Ik denk van, laat me erin stappen. Zag je wat ik met Romeo deed? Die jongen heeft nu podiumvrees. Dankzij onze battle zag ik hem laatst half dood in een steeg met een crackpijp en coke in zijn face. Jij bent de volgende gay waar ik zijn dromen van neem. Kidnap je ass en ik dump je in die donkere steeg waar je waarschijnlijk wordt verkracht door iemand die Romeo heet. Die setup was op zich wel tof, weet je. Want ik heb zeg maar mijn vorige tegenstander, die is dankzij mij beland in een steeg. Hij is een crack junk geworden, omdat hij gewoon niet meer verder wou met zijn leven. Dus die punchline, zeg maar, die setup was een beetje van, oké, dus ik heb iemand gebattled in de vorige battle. En die is een crack junk geworden in een steeg. En jij wordt de volgende die in dezelfde steeg dan belandt en wordt verkracht door iemand die Romeo heet. Mijn vorige tegenstander. Pussy, hou je van de lul in je ass? Ik haat frikken, ze liefst knuppel ik die fag. Je bent een lullige fan, heb geen benul van je tekst. Dit is punch out battles en geen kussengevecht. Ja, ik ben niet zo'n fan van die agressieve Nessim of zo. Kijk, ik was zeg maar destijds wel in een hele andere periode van mijn leven. Ik was heel boos. Ik zeg ook dingen als ik haat flikkers en shit. Geen idee waar die homofobe uitspraak opeens vandaan kwam. Maar het was wel zeg maar een beetje die imago of zo wat ik droeg destijds. Gewoon dat is zo'n boze guy. Maar ja, zeg maar punchline gerelateerd vond ik het misschien niet heel hard. En dan voelt zich breed. Wat doet gay? Als hij een meisje ziet, vraagt hij niet haar nummer, maar vraagt hij of ze misschien een broer heeft. Hey yo, meestal zeggen ze break a leg voor veel geluk. Maar ik heb dat niet nodig, man. But I just wanna break your leg, zodat je nooit meer lopen kan. En ik zeg je eerlijk, hè. Ik ben liever beenloos, zodat ik scheef loop. Brain dope met een leeg hoofd. Geen dough en steeds broke. Dan een fake ass on the ground te moeten zijn, genaamd emo. Wat ja, niet een hele sterke eerste ronde. Vooral heel erg boos. Ik weet niet waarom. En nee. Iedereen hier vindt de EMO vetter. Jongen, ik maak teksten voor vandaag. Die bommen dan zelf september. Terwijl jij een lampion staat te maken van fucking 11 november. En over je moeder. Ze heeft zo'n lange zwarte sluier. Dus daarom blaas ik een feit. Want ik geef die bitch een zeis en het is de magere hein. Maar hoe voelt het om je hele leven zo'n steenpuis mee te sjouwen? Maar deze man heeft er zoveel dat hij er een heel huis mee kan bouwen. Je stem is niet zwaar, dus schreeuw en praat niet zoveel! Want pas als jij tong met je behaarde vader krijg je een baard in je keel. Ja, dat is wel hard. Als je zoen met je behaarde vader krijg je een baard in je keel. Maar hij is Naji, de Arabische Turk, a.k.a. een terrorist. Maar ouwe, ik beat ze, want zou jij ooit de bom zijn, dan was je een dynamietje. Dus ouwe, niemand ziet je. Alsjeblieft. Het is zo grappig dat zeg maar sommige wordplays zijn anno 2020 zeg maar soms best wel kut. Jee toch? En dan denk je van, dat zeg maar die, toen die daarvoor het eerst misschien gezegd werd, kreeg je ook een crowd response. Maar als je nu terugkijkt van, doe het licht aan, want deze Arabier is zo baard. Hij gebruikt shampoo over zijn hele lichaam. Dus je gebruikt shampoo over je hele lichaam. Want shampoo is eigenlijk alleen gemaakt voor je haar, toch? Maar je kan shampoo toch gewoon over je hele lichaam gebruiken? Dus stel je voor, je doet dit. En je wast hem gelijk door. Je hoeft niet per se behaard daarvoor te zijn, toch? Elke chick die heeft een snor en een baard. Ik vind je vrouw te gaar. Maar Naji zegt altijd, ouwe, ik hou van haar. Nou, die was leuk. En zegt de onderkop. Al die geuren verraden hem, want met zo'n hoofd kom je niet op 101 baas, maar misschien een rol in de nieuwe film van 101 Dalmatiërs. Niet zo'n goede afsluiter, maar wel een prima ronde. Misschien is punch-out voor jou maar een battle. Voor mij is het de kans van mijn leven. Worden. Om een ander te eten, we verbranden je levend. Wil jij de prijs pakken, sta ik daar om je handen te breken. Laat je achter met de trauma die je niet gauw zal vergeten. Net als de trauma in de toekomst. Ik hoop dat je dochter jou in de steek laat als je hoop. Oh. En dat je toekomstige vrouw vreemd gaat met de Jood. Jij hebt in... Waar slaat het op? Ik hoop dat je toekomstige vrouw vreemd gaat met een Jood. Alsof dat het ergste is wat er op de wereld bestaat. Dat je vrouw vreemd gaat met een Jood. Dat ze vreemd gaat is al kut. Maar een Jood maakt dat wat nog erger. Ik snap het niet. What the fuck?
met je zoon en heb een zweepslagen beloofd, maar ik hoop dat als je slaapt je zoon met een steen slaat op je hoofd. Ik zal naar de top klimmen. Jij? Jij zal hopelijk ooit ergens van een top springen. Alleen als je onder een trein ligt, kan jij op het goede spoor zitten. Mm. En zijn brother kwam bij Talent van de Week. 3 keer raden wie zijn stoel achter stond. What the fuck deed je stoel, bitch? Je stond op de achtergrond. Zogenaamde straattuig, voelt zich een stoere Turk. Maar ook al zouden je ouders scheiden, blijven ze nog steeds broer en zus. Het rijmt niet eens heel lekker, maar ik vind het wel grappig dat ook al zouden je ouders scheiden, blijven ze nog steeds broer en zus. Dus ze komen zeg maar, ze komen nooit van elkaar af. En denk je dat jouw vader de enigste man is voor je moeder? Waarschijnlijk heeft ze nog 10 echtgenoten. Oh, godver. Maar alleen toen ze naar mij kwam, dat had ze pas echtgenoten. Die echtgenoten, Barney, die kan echt niet, man. Die kan echt niet. Oké, okay, laatste ronde, man. Oké. Okay. Dit is Naji de Schurk. En yo, je maatje die lurk, dan lullen van de Arabische overheid en zo'n Naji de Arabische Turk. Mm. Woorden die rijmen op Turk en lurk en jurk en Björn Burke zijn allemaal kut. Je weet, die bitch die kon goed pijpen. Ze zegt, Emre, ik wil je best zuigen, weet je. Maar dan moet je me vasthouden aan mijn boerka, kan ik je een tipje van de sluier geven. Oeh. Dus check die shit. En yo, motherfucker, je zegt van, ik kom uit Zeeland. Je bent een Irakese Turk uit Zeeland, maar eigenlijk ben je een Belgische, weet ik veel. Ik zie iedereen in Ura kijken en denken van, what the fuck heeft je moeder met zoveel mannen gemeukt om dat allemaal voor elkaar te krijgen? Hij was wel een beetje kwijt hier en toen zei hij gemeukt. En volgens mij was dat ook wel een tijdje in de comments ging het ver dat hij gemeukt zei. Ik ging daar best wel stuk op. Je chick die noemt me Donald Duck, maar weet dat ze door mij in haar reet wordt gepakt. Want ze houdt van kwik en kwek, maar nog het meeste van kwak. Nee. Dus, Naji denkt ik maak die emo klein. Maar ouwe, ik ben je favoriete rapper. En zelfs je neus denkt ik wil de neus van emo zijn. Hey, besef dat zeg maar, mijn neus was toen nog niet eens zo erg, man. Het is zeg maar erger geworden na die vechtpartij op Gerso, zeg maar, toen ik die kopstoot had gekregen. Toen is mijn neus echt fokt opgegaan. Maar hier was het nog niet zo heel erg, man. Ah, oh, fuck, ik ben mijn tekst kwijt. Dat was een grapje en jij had gelijk de kop van yes, ik heb eindelijk een kans in deze wedstrijd. Nee, kijk, die was fucking gruwelijk. Die was fucking gruwelijk. Hij dacht van, oh shit, jeet toch, die man, die is doet alsof hij zijn tekst kwijt was. Ging die soort van choken. En dan, ah shit, was een grap. Het was dope. Hey yo. Hij heeft gelijk. Onze buurland heeft er een schurk bij. Ik ben half Arabisch, geboren in Nederland en woon nu in België. Maar ben nog steeds meer Turk dan jij. Men's got rebuttals in it. Come on. En ik neuk je slet en ik beuk je gek. Ik heb tot nu toe best wel gekild en ik heb nog niet eens een line over je neus gezegd. Oh shit. Ja, dat was zeg maar in mijn voorbereiding ook. Dat ik dacht van, oké, weet je wat, ik ga zeg maar de eerste 2 rondes ga ik gewoon rappen, zeg maar. En in die laatste ronde ga ik vol op zijn neus. Want, nogmaals, mijn neus was toen nog niet zo erg, dus ik kon het maken. Als ik zeg maar destijds de neus van nu had, dan had ik wel een probleem, je weet toch? Die ding staart me aan en staat er maar lelijk laag en krom. Wil je met een bezem slaan tot je schedel raar vormt? Ik kom vandaag je neem slopen, we nemen de game over. Die ding die wordt steeds groter. Alleen voor je neus had je moeder al een koning en een keizersnee nodig. Ja, leuk. En bij de zwangerschap van zijn moeder deden ze met moeite een echo. Want die bitch is vreed dik. De dokter zei, gefeliciteerd mevrouw, u heeft een tweeling. Of, nee, sorry, wat ben ik toch een kneus? Heeft geen tweeling, heeft een zoon met een kankergrote neus. Jezus Christus. Mens been hype in it. Ja, leuk. Wel grappig, zeg maar, over misschien tweeling, maar het is eigenlijk je neus. Dat is wel grappig gevonden. De uitwerking had misschien wel beter gekund. Hey yo. Deze man heeft een vriendin, maar hij trekt graag op gozers. En om zijn neus te kunnen snuiten, heeft hij bedlakens nodig. Je zit vast in deze cirkel, bitch, je kan geen kant op. En we zouden je neus best wel goed kunnen gebruiken als kapstok. En ik haat je naam, maar ik gebruik hem vaak. En dat doe ik zeker thuis. Want als ik moet schijten en ik zeg emo, dan vloekt mijn drol er beter uit. Ja, het was zeg maar een... Die derde ronde was hier en daar was die wel tof. Alleen niet...
Hij was niet zo goed, zeg maar, niet als bij Romeo. Je weet al, bij Romeo ging ik, was het echt lijp. Maar hier ging ik, zeg maar, ik ging te veel op, het, op die agressieve pad. Waardoor het, zeg maar, als ik me, zeg maar, iets meer zou gaan focussen op de echte punchlines en zo, zou het misschien beter geweest zijn voor mij. Volgens mij was het klaar hier. Ik weet trouwens niet meer wat, het, wat de jury heeft gezegd. Ik ben best wel benieuwd eigenlijk. We gaan naar de jury. We gaan naar de judges. Klopt, dokter. Het valt vooral bij wat te zeggen, dus ik ga voor OT. Oeh, OT. Juist! OT. Juist! Ronde 1, Nati. Ronde 2, Emo. Ronde 3, Nati. Nati. OT. Oh shit, er was nog een ronde. We gaan naar de vierde ronde, OT. Oh shit. Ik zeg eerlijk, ik wist niet eens dat er een ronde 4 was, man. Was ik hierop voorbereid? Dat weet ik niet, man. Oké, luister, je praat over mijn neus, maar check het, je bent een fucking kneus. En zeg niet dat je met twee vingers nakt in de neus, fucking kneus, want ik nak jou met beide armen en benen in mijn neus. Dus samen... Wat? Wat? Nee, wacht even, we moeten even terug, man. Wat? Oké, luister, je praat over mijn neus, maar check het, je bent een fucking kneus. En zeg niet dat je met twee vingers nakt in de neus, fucking kneus, want ik nak jou met beide armen en benen in mijn neus. Ik hang stuk om Jason Bourne, die zeg maar aan het lachen is, want volgens mij snapt hij daar ook van, yo, wat zeg je? Ik denk dat Emo het even kwijt was daar. Deze man, die komt stoer praten voor de camera. Shit, ik zet niet shit, wel hard werk. Maar wat de fuck kom je doen hier, Irakese Turk? Je bent half werk. Mm-hmm. En iedereen die kijkt raar, shit, ik blijf gaan. En deze man komt zogenaamd strijden voor een bijl en shit. Fuck die shit, ouwe. En fuck die shit, je weet het. Dus ik was soort van nog, hey, kom op man, ga, je weet toch, ga ervoor man, let's go man. Ga niet zomaar, je weet toch, stoppen of shit. Alleen ja, ik denk, hij ging freestylen toch. Ik denk dat hij niet was voorbereid op een vierde ronde. En als je moet freestylen met zoveel druk, ja, dan is het, dat is gewoon kut, man. Ik zeg je eerlijk, als je zeg maar... Als je het nooit hebt gedaan, zeg maar voor de mensen, als je het nooit hebt gedaan, ga je het waarschijnlijk niet begrijpen. Maar als je zeg maar daar staat en één, je weet, oké, het wordt gefilmd. Het gaat online komen. Er staan honderden mensen om me heen. Ik moet gaan freestylen, gewoon uit het hoofd. Het is fucked up als het niet lukt, man. Echt. Maar hij heeft het wel geprobeerd. Die komt hem nog steeds bossen. Familiezaken, ik kom die shit vreed rocken. Maar fuck it. Want je weet het zelf, dit is de main battle. En je weet dat deze EMO deze shit settelt. Fuck it, man. Je weet het. Nee, is goed. Hey, yo. Jij de underground overnemen? Je zal het nooit maken. De enige familiezaken die jij zal overnemen is de shawarma zaak van je vader. Dus... volgens mij was ik wel voorbereid op een OT. Want die punchline was op zich best wel tof. Ik weet niet waarom ik hem niet eerder heb gebruikt in de andere eerste ronde. En je ziet ook nu gelijk aan de gezicht van Emo van, oeh shit, I'm fucked. Hey yo, je neus was groter dan Ori's pik. Dat vond je wel leuk. Maar als jouw bitch gevoel wil krijgen tijdens het ballen, dan moet ze zitten op je neus. En iedereen in zijn familie is kankerskeer. Dat is voor hem best jammer. Wat gebeurde er met mijn stem? Inbrekers komen zijn huis binnen, zien hoe skeren is en vinden het zielig, dus laten ze geld achter. Hey yo, deze man. Laat me deze zetten, kanker, die ben ik ook vergeten. Wow, man. Hey yo, deze man is een rare wezen en je moet je schamen, fakert. Als jij verder moet kijken dan je neus lang is, ben je nog jaren bezig. Ik weet nou niet, ik weet echt niet of dit freestyle was of geschreven. Volgens mij was het half. Volgens mij was die punchline, had ik wel ergens, maar ik wist niet hoe ik hem ging zetten. Dus dan was waarschijnlijk de eerste zin freestyle. En de punchline was wel gewoon geschreven. Kom je killen bro, jou en je vriendinnen ook. Zijn moeder is zo dik, ze steelt haar net kousen uit een vissersboot. Ja, voor die laatste ronde waren het soort van allemaal losse punchlines die ik nog over had. Had ik die volgens mij in één ronde gezet en dat was het dan. Soort van, je weet toch, het was een soort van... Oké, laten we... Kijk, aan het einde van de dag, het was kut, maar het was wel beter dan Emo, want hij had niks. Dus omdat hij, zeg maar, niet had voorbereid, dan kan je hem niet anders dan aan mij geven. Je weet toch? Als ik nou ook niet was voorbereid, dan was het gewoon kut van beide kanten. Dan moesten ze gewoon kijken, oké, wie was het beste tussen de kutste? Is dat een goede zin? What the fuck? Oké, nou, dan gaan we naar de jury. We beginnen bij Murder. De hele battle was keihard.
Allebei Turken, dus je weet sowieso. Snap je? Maar de laatste ronde ging jij een beetje. Je weet toch, je weet zelf ook. Snap je? Maar je bent keihard, je weet toch? Dus je hebt niks verloren. Je hebt alleen vandaag hier. Hij kwam iets beter uit dan jou in die laatste. Snap je? Dus mijn vote gaat voor Naji. Naji! Laatste frieten, ik vote voor Naji. Naji. Hey, wat Turk zegt, man. Hetzelfde, man. Het was hard. Ja, Turk staat voor ons allemaal. Iemand was gekker, man. Nee, je hebt gelijk. Naji het is voor ons. Ja. De winnaar van deze battle, Naji. We laten jou horen voor Emo, joh. Ja toch. Ja, dat was een leuke tweede battle. Naar mijn gevoel ging het hierna soort van wel een beetje. Ja, het ging minder of zo, man. Je weet toch, ik weet niet. Mijn derde battle was denk ik tegen Foe of tegen Killer. Want ik heb volgens mij, ik heb 7 battles gedaan en ik heb er 3 verloren. Ik heb tegen Killer verloren, ik heb tegen Foe verloren en ik heb tegen Shike verloren. Ja, die 3 heb ik verloren. Ik had tegen Romeo gewonnen, tegen Emo had ik gewonnen, tegen Ler had ik gewonnen en die 2 versus 2 had ik ook gewonnen. Maar na deze battle ging het een tijdje even niet zo lekker, volgens mij. Want ik denk dat mijn derde battle was denk ik tegen Killer of tegen Foe. Ik weet het niet meer, ik moet het even researchen. Maar het ging niet zeg maar heel erg goed zeg maar na deze battle. Tot ik zeg maar weer tegen Ler ging. En dan weer die 2-2. Dat ging ook weer lekker. Je weet toch? Maar het was ook moeilijk. Want destijds moest ik zoveel voorbereiden. En met school en bla. Dus weet toch, ik had niet altijd even de juiste voorbereiding. En sommige jongens waren ook gewoon echt fucking goed. Dus. Nou, dat was hem dan voor vandaag, lieve mensen. We hebben Emo tegen Naji. Tegen mijzelf. Beetje raar om Naji te zeggen. Maar dat was hem voor vandaag. Laat even in de comments weten wat jullie ervan vonden. Laat ook even in de comments weten wat jullie nog meer zouden willen zien. Willen jullie dat ik op andere battles ga reageren? Willen jullie dat ik op andere video's ga reageren? Maakt niet uit wat voor soort video's dat zijn. Laat het even weten. Dan gaan we dat gewoon fixen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Like, abonneer en ik zie jullie allemaal weer de volgende keer. Love!